Hallo, meester. Daar bent u. Hi. Goed, hoe gaat het? Ontzettend fijn dat je dit. Ja, natuurlijk. Hallo. Hallo. Ewart van der Laan. Hoi. Hallo, Ewart van der Laan. Hallo. Dank je. Ik ga eerst een hand aan. Ja. Hallo, Jan. Ik denk dat het niet goed is. Ik ben heel graag op zijn. Het is niet heel erg mooi, maar ik kan net even. Dus. Toch wel een zinnetje, hè? Ik zie het nog. Doe maar zin. Ik kan Felix niet vijgen. Waar ga ik staan? Ja, hier. Staan en dan ja. Voor deze stoel. Oké. Okay. Ja, hier. Jullie gaan vragen stellen, hè? Ja, twee vragen. Zeg eventjes wat de vragen ook weer waren. Ik heb het gisteren gelezen, maar... Amsterdam Light Festival gaat een vijfde editie in. Hoe kijkt u terug op 5 jaar festival? 4 jaar. Ja. Gaan nu de 5e in. Oh, ja. Nee. Wacht even, hij is niet dicht. Wil je hem even dicht doen? Voor de stad. Dus hoe ik die 4 eerdere jaren heb beleefd. Waar, ja. Ja? Sinds 2014 bent u officieel beschermheer van Amsterdam Light Festival geworden. Wat was voor u de voornaamste reden om het festival op deze manier te omarmen? Dat wijkt niet heel erg af van de eerste vraag, hè? Leeg in elkaar van liefde. Ja, misschien is het... Ik las ook als suggestie... Ja, maar dat het misschien leuk is om te vragen... Om het door te vragen wat ik nou het mooiste object vond of zo. Ja. Ik heb wel deze hier, de fietser, vond ik een van de mooiste. Maar ook wat ik de mangrove noemde, maar wat helemaal zo niet heette. Hoe heette die ook? Arborescence. Arborescence. Maar die vond ik echt geweldig. En dat is ook wel een grappig verhaal, want ik had eerst niet door dat het hem was. Ja. Ik dacht, wat zit er nou hier te doen? Dankjewel, Janet. Merci. Ergens nog merci. Een beetje iets kan werken. Artistieke gehoor. Ja, daar wil ik het juist graag over hebben. Dat dit geen evenement is. Oké, okay, waar gaan we... Moet ik staan, ja, zitten? Ja, voor de stoel. Hier? Ja. Okay. En ik kijk naar jou of in de camera? Nee, naar mij. Ja. Ja, of in de camera? Is het, nee, jou. Mij, hè? Knappe man. Dank u. Ja, dat is prima. Dus jouw vragen zijn ook te horen? Ja, nou, nee. Dat niet? Die haal ik weg. Oké. Okay. Wil je dan iets van, het van de vraag terug horen in het antwoord? Of, ja. Ja. Oké. Okay. Dat kan. En dan doen we het met die twee vragen. Dus ja. Wat ik erin zie in het algemeen en of ik een mooi voorbeeld weet. Ja. Arborescence? Ressence? Arborescence. Snap jij waarom ik een mangrove noemde? Nee. Ja. Het is een mangrove. Het is een mangrove. Ja. Oké. Oké, hij staat aan, die staat aan. Die kijkt gewoon naar mij. Amsterdam Light Festival gaat nu een vierde editie in. Nee, vijfde editie in. Ja, hoe kijkt u terug op 4 jaar festival en wat heeft het voor u betekend voor de stad? Ik heb de eerste 4 edities van het Amsterdam Light Festival ontzettend genoten. Voor de Amstwoning, waar ik mag wonen, werd, ik geloof ergens in november, iets opgebouwd wat zich eerst liet aanzien als giraffen. En toen het klaar was, dacht ik, dat is geen giraf, dat is een mangrovenbos. En weer later hoorde ik dat het Arborescence heette. Maar dat was een schitterend object uit het Lichtfestival. Ik sukkel, had helemaal niet in de gaten dat het dat was. Maar ik had er al wel van staan te genieten. De eerste 4 jaar van het Amsterdam Lichtfestival hebben we met z'n allen gezien dat het van hele hoge artistieke kwaliteit was. Dus we gaan er nu zo'n beetje voetzoos vanuit dat het ook dit jaar het geval zal zijn. En eigenlijk altijd. Want dat vind ik het knappe. Het is niet gewoon een evenement. Het is iets dat echt kunstzinnig is. En de stad mooier maakt en de kunst en de stad weer met elkaar verbindt. Dus dat moet gewoon zijn in dat Lichtfestival. Artistiek...
gewoon zijn. Kunstzinnig. Vrienden, ik heb mijn best gedaan. Nee, maar ik meen het. Hè. Ik zeg niks wat ik niet meen. Succes, hè. Hartelijk dank. Veel succes, jongens. Ik heb nog een mooi verslag voor u. Is dat van het, oh, van het afgelopen liedje? Oké. Ja, natuurlijk, iets van jou. Dank je wel. Oh, dit is ook een mooie foto, zeg. Ja, ik herinner me hem ook. Was dat vorig jaar? Ja. Oké. Felix, dat poortje bij het Centraal Station. Weet je wel waar je zo door onderdoor moet varen? Ja, vond ik ook bijzonder. Ja. Ja. En dan ietsje verderop die vluchtelingen. Dat zijn voor mij liefde. Mogen u met z'n allen net zo mooi doen. Ja, dank u. We gaan ons best. Bedankt, hè.